Oh, Omtzigt. Ja, wat gaat hij doen met die verkiezingen nu? Ja. Interessant, ja. Nou ja, daar waren allerlei scenario's toch. En kijk, als die, het is heel gek. Hij kan natuurlijk niet als eenmanspartij in de Kamer gaan zitten. Want dan stemmen er zoveel mensen op hem. Dan moet hij wel een soort beweging vormen. Hè? Een groep, zoals dat heet. Ik zie hem niet terugkeren naar het CDA. Heb je laatst al die kille tafereeltje gezien hoe heet ze? Niet Gardeniers, ik vergeet altijd hoe ze heet. Niet Renske Leijten bedoel je? Nee. Het ging over die verhoren over Omtzigt, functie elders. Oh ja. Met Annemarie Jorritsma en met Ollengren. Dat Jorritsma nog geen hand wou geven en zo. Oh, dat heb ik niet gezien. Ja, een heel lullige scène. Ook allemaal kinderachtigheden. Maar goed, ik heb geen idee. Hij kan ze bij de BB-beweging aansluiten. Daar hebben we het al eens over gehad. Ja, dat klopt. Ik kan me dat van Omtzigt niet voorstellen. Het is natuurlijk een ongelooflijk eigenwijs portret. Ja, het is een hele autonome figuur. Fantastisch Kamerlid in velerlei opzichten. Maar wat hij precies gaat doen, weet ik niet. Ik heb geen idee. Wat zou je hem adviseren? Ik weet niet hoe leuk hij het vindt om in die kamer te zitten. Maar eigenlijk zou ik hem adviseren om terug te keren naar het CDA. En daar een hele hoge prijs voor te laten betalen. Wat betekent dat dan? Nou, liefst dat hij toch misschien niet de dagelijkse leiding, maar wel de strategische leiding zou krijgen. En het zou denk ik voor het CDA zou het de redding kunnen zijn. Maar dan zou die wel de lijsttrekker ook moeten worden, denk ik. Ja, zeker. Ja. Maar hij kan ook nummer 2 gaan staan. Ja. Even effectief hoor. Kiezers zijn niet gek. Nee. Zou toch wel op hem stemmen, denk ik. Ja.